Jij binnenkort een huis kopen, doe dan dit om achter de werkelijke energiekosten van dat huis te komen. Laat je dus niet misleiden door de opgave van de vorige eigenaar. Maar volg deze tip om er zeker van te zijn dat jij weet wat straks de energiekosten van jouw nieuwe huis gaan worden. Vroeger stond je nauwelijks stil bij de energiekosten die erbij kwamen bij je maandelijkse lasten. Maar met de enorm hoge energieprijzen begrijp ik dat het een belangrijk onderdeel is geworden tegenwoordig. Daarom geef ik je in deze video. Drie vragen die je moet stellen om erachter te komen wat de werkelijke kosten zijn. En daarbij heb ik aan het einde van de video een tip die mij persoonlijk heel goed heeft geholpen en die nog steeds goed voor me helpt. Dus ook als je overweegt om over te stappen. Blijf kijken tot het eind van deze video. Mijn naam is Laura Herley en in mijn wekelijkse video's vertel ik jou alles over de huizenmarkt. Of het nou een tip is over een hot item op dit moment of tips bij het verkopen of kopen van een huis. Abonneer je dus snel op ons kanaal als je alles wil weten over de huizenmarkt. Vroeger werd er eigenlijk nooit gevraagd naar de energiekosten van een huis. En dat is niet zo gek, want die energiekosten maakten maar een heel klein onderdeel uit van jouw maandelijkse lasten. Nu is het natuurlijk een heel ander verhaal en daarom vragen steeds meer mensen wat de energiekosten van vorige eigenaren waren. Maar ja, misschien hebben die wel een heel gunstig contract. Het zegt dus helemaal niets wat zij doorgeven. Daarom deze video. Ik heb drie tips voor jou die jou kunnen helpen bij het bepalen van wat jouw nieuwe energiekosten hoogstwaarschijnlijk gaan zijn. Begin als eerste met vragen welk energielabel het huis heeft. Je hebt energielabel A, super zuinig. Tot en met energielabel G. Super onzuinig. En een bonus tip van mij. Kijk meteen tot wanneer het energielabel geldig is. Is deze geldig tot en met 31 december 2030, dan gaat het om een oud label. Er is dus geen deskundige langs huis geweest en mogelijk is het niet een correct label. Maar stop hier niet met vragen. De tweede vraag is namelijk veel belangrijker. Vraag niet wat de kosten waren van de vorige eigenaren, maar vraag naar hun verbruik van het afgelopen jaar. Dus hoeveel kub gas hebben ze verstookt en hoeveel kilowattuur Elektra hebben ze gebruikt. Dat geeft je een veel beter inzicht in hoe zuinig het huis is. Om je een beetje een idee te geven, een gemiddeld huishouden verbruikte vorig jaar 1169 kub gas en 2479 kWh elektra. En de derde vraag is eigenlijk best wel een persoonlijke vraag. Vraag naar de samenstelling van het gezin. Wat voor huishouden woont er? Hoeveel kinderen zijn er? Wordt er veel thuisgewerkt? Of hebben ze misschien een elektrische auto? Op deze manier kan je inschatten wat er precies verbruikt wordt en of dat een beetje gelijk is met jouw toekomstige verbruik. En nu je deze drie vragen hebt gesteld, ga jij aan de hand van het geschatte verbruik op internet kijken wat waarschijnlijk de kosten gaan zijn. Nou, een vast contract. Kun je waarschijnlijk wel vergeten op dit moment. Maar er zijn wel diverse aanbieders die echt wel verschillende tarieven hebben. Dus het is hier heel erg verstandig om goed te vergelijken. Zoals beloofd aan het begin van de video heb ik voor jou nog een bonustip die voor mij persoonlijk heel erg goed werkt. Ik doe hier niet aan betaalde promotie, dus doe ermee waar je blij van wordt. Wij hebben zelf contracten afgesloten bij Easy Energie. En het leuke van dat bedrijf is, is dat je een soort maandbedrag betaalt. 4,50 euro per maand voor gas en 4,50 euro per maand voor... Voor je Elektra. En op basis daarvan gaan zij ieder moment van de dag, elk uur zelfs, kijken op welk bedrag zij zo goedkoop mogelijk kunnen inkopen. Dit betekent dat wij gemiddeld een stuk lager zitten in het bedrag dat wij betalen dan andere mensen betalen. Nou, doe ermee wat je wilt. Ik hoop dat je er in elk geval wat aan hebt. Onwijs bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Geef hem vooral even een duimpje en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Ben je nog niet uitgekeken? Geen probleem. Ik heb hier weer een hele leuke video. Je ziet hem hier. Dat zijn de allerlaatste kwartaalcijfers van de NVM. Dus de meest up-to-date cijfers. Tot de volgende!